Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Eventjes weer alles klaarzetten en dan gaan we zo gezellig van start. Hebben jullie ook eventjes tijd om mij allemaal te vinden? Nou, ik heb een aantal dingetjes even voor jullie klaargelegd en ik zal straks even uit gaan leggen wat ik precies ga doen. Want het wordt gewoon een heerlijke kliedenmiddag. Nou, wat ik precies ga doen, ja, dat weet ik zelf eigenlijk nog helemaal niet. Het wordt vast wel leuk. We gaan gewoon van alles proberen en jullie kijken maar gezellig mee. Ik dacht dat ik mijn geluid uit had gezet, maar ik hoor mijzelf weer in echo. Dat is niet de bedoeling. Nou, ik zie dat de eerste mij alweer gevonden hebben. Superleuk dat jullie erbij zijn. Nou, als allereerste kan ik jullie al wel vertellen over deze actie. Oh, jullie zien nou, moet je mijn handen al eens zien. Ik wou net nog last minute even snel wat voorbereiden. Ja goed, ik begin dus al met vieze handen. Dus dat is al een goed begin. Over de actie. Ik ga vanmiddag met de acrylmarkers wat doen. Heb ik dit heel goed kunnen voorbereiden? Nee. Rihanna zou dit vanmorgen gaan doen, want wij hadden dit speciaal bij Studio Light opgekocht. De laatste setjes van die acrylicmarkers, speciaal voor ons jubileum. Zodat we een leuke knalactie konden doen, want normaal gesproken zijn die €19,95 per setje. En je kan ze nu kopen voor €22,95 voor beide setjes. En dan heb je dus 20 verschillende verfmarkers. Hierbij geldt wel op is op. En ze gaan al heel erg hard, zag ik net. Dus wil je er nog mee aan de slag? Ik weet niet zeker of wij vanavond nog voorraad hebben. Dus dat is even dat. Nou, Rihanna zou hiermee live gaan. En dat is, ik denk, maandag al verzonden. En elke dag werd het uitgesteld en op hoop van zegen dachten wij van, nou weet je, zo lang kan het nooit onderweg zijn. Dat gaat lukken. Rihanna zou gisteren ermee gaan spelen en zij zou de live gaan doen. Maar toen stond er op haar app dat de post nog vertraagd was. Dus het kwam niet. En toen hadden wij zoiets van, ja shit, we hebben wel al die markers gedaan. We hadden een leuke actie bedacht. Wat gaan we nu doen? En toen heb ik mijn live maar even omgegooid. Maar aangezien ik gisteren en vandaag niet veel kon knutselen, heb ik gewoon niet veel voor kunnen bereiden. En gaan we gewoon blanco erin. En meestal, moet ik heel eerlijk zeggen, tijdens zulke soort live uitzendingen ontdek je de mooiste dingen. Dus we gaan het gewoon proberen. Dit is eventjes van een uurtje stoeien om even wat achtergrondjes. Er zijn dus nog veel en veel meer mogelijkheden. Maar dat kan ik dus nog niet laten zien. En mochten ze we gaan het sowieso doen. Ook al zijn ze uitverkocht. Rihanna die zal er sowieso nog een leuke live mee gaan doen. Omdat er nog veel meer mogelijkheden mee zijn. En dan diegenen die ze hebben, die kunnen er lekker nog meer inspiratie mee opdoen. Nou, er zijn dus twee setjes. Je hebt het setje de Bright Colors. Dus de lekkere heldere kleuren, zeg maar. En je hebt een setje met de Soft Colors. Ze zijn beide, als je in de webwinkel kijkt, zie je niet zo heel veel verschil. Maar dit zijn dus de twee verschillende setjes. Dit is gedaan met setje 1, de Bright Colors. En dit is gedaan met setje 2. Ik had inderdaad een beetje geoefend. En ik ben zelf echt... ik heb ze gisteren last minute uit de winkel op laten halen. Want ze lagen daar nog in kantoor. En ja... Ik had zoiets van, ze moeten ze maar eventjes brengen. Ik had ooit 1 marker geprobeerd. De rest zat nog allemaal in de verpakking. Ik heb dat, ik denk al wel minstens een jaar liggen. En je doet er nooit wel mee. En nu werd ik voor de leeuwen geworpen. En weet je, ik vind het nog tof ook. Want nu ga je eindelijk tijd nemen om even zo'n product te ontdekken. Dus dat wil ik vanmiddag ook gewoon gaan doen. Ontdekkingstocht met deze markers.
Nou, wat is het? Het is een, het zijn 10 acrylverfmarkers. Ze zijn op waterbasis, non-toxic, silky matte opaque finish, multi-surface, quick drying. Nou, als je ze koopt, je ziet het wel, de verf gaat naar beneden. Je moet ze even goed schudden. Bij die markers, ik zal ze eventjes goed schudden. Ja, heb je het bijvoorbeeld set 1 al op voorraad en wil je alleen set 2 er nog bij hebben? We hebben nog een paar losse sets, maar die zijn dus gewoon voor ja, de oude prijs, zeg maar. Even goed schudden voor gebruik. Als je deze koopt, dan is deze punt uiteraard wit. Je moet goed schudden, drukken en tekenen. Nou, je kan ermee tekenen, maar ik werk vandaag voornamelijk op mijn craftsheet. Er zit een extra punt bij. En die kun je dus... Nou ja, weet je wat we gaan doen? We halen hem er gewoon uit. Aangezien dit de ontdekkingstocht was, ik denk dat mijn uur heel snel voorbij is, want ik heb eigenlijk veel wat ik wil doen. Nou, ik heb ondertussen ook blauwe handen erbij. Nieuwe punt erin en deze punt moet je dus ook eventjes activeren. Dus dat betekent eventjes deze naar beneden houden. En dan loopt de verf straks vanzelf in de punt, jullie zullen het zien. Nou, wat is het verschil voor de punt? Ja, je kan hier bijvoorbeeld ook mee gaan schrijven als je dat graag wilt. Als jij zo'n bijtelpunt makkelijker vindt, gebruik jij gewoon de bijtelpunt. Wat je met die bijtelpunt natuurlijk wel kunt doen, is bijvoorbeeld zelf een beetje gaan doelen op je papiertje. Nu doe ik het eventjes op mijn craftsheet. Nou, weet je, we hebben... uiteraard wel een papiertje. Even dit schoonmaken, want ik ken mijzelf. Anders ga ik daar straks doorheen. Nou, met die bijtelpunt kan je dus ook zeggen van, nou weet je, ik ga gewoon zelf een beetje doelen op mijn papiertje. Dan moet je er natuurlijk wel bij denken dat je al een achtergrondje verder hebt. Dus vind je het leuk om een beetje ja, te tekenen? Bijvoorbeeld met die zwarte of die witte is dat natuurlijk wel heel erg leuk. Nou, dit is gewoon een klein beetje voor de fun. Maar dan zien jullie van, nou, je kan er dus ook op je achtergrondje gewoon weer gaan doelen. Stipjes zetten. Whatever wat jij wilt. Je kan leuk lijntjes trekken. Kijk, dat is misschien... Oh nee, dan moet ik een andere kleur pakken. Dat zou je bij deze dan nog kunnen doen. Dat je zegt van nou, ik maak er wat streepjes op. Nou, dat is eventjes over de markers, over de punten. Twee verschillende setjes zijn er dus. Ik zal eventjes wat voorbeelden laten zien. Deze punt ga ik eventjes apart leggen. Nee, ik had de punt eventjes in het papiertje gedaan. Omdat ik bang was dat ik anders mij kennende alles onder zou smeren. Ik heb wat voorbeeldjes gemaakt. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeldje met set 1 gedaan. De Bright Colors. En ik heb hiervoor de kleuren geel en de rode kleur gebruikt. Nou, ik zal straks al even laten zien hoe ik dat heb gedaan. Daarna heb ik met de witte heb ik nog een beetje gespetterd. Ik heb dit op aquarelpapier gedaan en de achtergrond kun je nu nog gaan bewerken met bijvoorbeeld een mask. Je kan erop gaan stempelen, je kan van alles er nog mee gaan doen. Ik heb er een bloem bij gestempeld en de bloem heb ik dus ook met dezelfde markers ingekleurd. Dus dat laat ik straks ook even zien dat je met de markers ook nog kunt kleuren. Heeft iedere punt kleur een extra punt? Ja. Alle kleuren hebben zo'n extra punt. Nou, zelf vond ik dit ook wel hele toffe combinaties. Deze moet ik nog eventjes verder bewerken. Vind ik leuk om met stempels nog weer overheen te gaan. Eventueel met zwart. Ik heb hierbij ook met een mask stencil nog gewerkt. Laat ik straks ook eventjes zien.
En deze vond ik zelf ook wel gewoon een mooie toevalstreffer. Heb ik ook nog bij gestempeld met de verf. Laat ik ook straks nog eventjes zien. Nou, het is natuurlijk heel erg leuk om daar bijvoorbeeld ook een leuk opkikkenkaartje van te gaan maken. Kan ook een ingekleurde bloem bij. Want ik heb ook deze bloem nog eventjes ingekleurd. Nou, het zijn misschien geen technische hoogstandjes, deze kleurwerkjes. Al vind ik hem zelf wel tof gelukt. Je kunt echt mooie schaduw er wel mee aanbrengen. En die past dus weer qua kleur perfect hierbij. En dan heb je in no time heb je een superleuke kaart klaar. En wat ik daar zelf nog mee wilde doen, is deze in een klein kaartenzakje van Avery L gaan doen. Eerst matten op een onderkaart. Ik denk haast dat ik hiervoor een net iets grotere kaart moet gaan maken. Ga ik hier mooi een schutkaart van maken. Wat schutmateriaal erin en dan de bloem er weer los bovenop plakken. Dan heb je een mooie shakerkaart. Dus dat wilde ik gaan doen met deze kleine zakjes van Avery L. Dat zijn de small pockets. Die ga ik straks eventjes opmeten. Ik denk dat we daar straks even een kaartje voor gaan maken. Welke kleur gebruik je bij de kikker? Nou, de kikker die had ik met Distress Oxide inkt ingekleurd. De Rustic Wilderness. Dus die had ik van tevoren al ingekleurd. Nou, ik had nog wat geprobeerd. Ik had namelijk ook overblijfsels. Deze vond ik bijvoorbeeld ook heel erg tof geworden. Is ook gewoon op een klein reststrookje. Wat ga ik daarmee doen? Wellicht op een kaart plakken. Een standmal erachter. Daar wilde ik bijvoorbeeld zoiets achter gaan doen. En dan hier weer een mooie ingekleurde bloem overheen. En kijk eens wat voor gave kaart je dan alweer hebt. En dan moet ik even bedenken wat ik hier voor kleur onder ga doen. Of dat je zegt van nou deze uit mooi dat zacht lila uit gaan stansen. Witte weer onder. En dan heb je toch weer een prachtige kaart klaar. Dus de ideetjes zijn er allemaal wel. Maar de tijd. En wat natuurlijk ook heel leuk is om hier weer een mixed media achtergrondje bij te maken. Mooie bloemen, een vintage plaatje erbij. Nu ik dit allemaal voor me zie, vind ik het gewoon echt geweldig. Nou, ook voor de slimline cards zijn ze super leuk. Dit is ook gewoon uit een restantje uitgestanst. Heb ik bijvoorbeeld zo'n papiertje, heb ik een aantal strookjes uitgestanst. Die komen hier weer op. Nu moet hier nog een watercolor papiertje achter. En dan die leuke kikkertjes erbij. Dan heb je toch ook weer een tof kaartje klaar. Dus ja, kijk eens. Dit is toch gewoon gaaf. Ik vind het gewoon helemaal leuk. Ik kan er niks aan doen. Ik vond het stiekem. Ik was helemaal gestrest. Ik heb vannacht ook bijna niet geslapen. Want ik dacht van, wat ga ik toch allemaal live doen? Want mijn hoofd loopt over. Ik heb veel te veel ideetjes. Maar we zullen het zien. Kijk, want dit was bijvoorbeeld ook nog eentje. Die vond ik ook erg leuk geworden. Ook weer met een slimline uitgestanst. Nou, je gaat er een paar van die varkentjes op plakken. Eventjes ook leuk ja, opsieren met het een of het ander. Misschien dat ik die een beetje zo schuin op ga plakken. Daar, ja, dat varkentje. Leuke teksten bij op. En je hebt gewoon ja, een toffe creatie klaar. Nee, deze gaat er niet bij. Dus dat zijn een beetje de dingen wat ik had voorbereid. Nou, wat gaan we dan doen? Gewoon kliederen. Dit is bijvoorbeeld ook nog één met lichte kleurtjes. Nou, jullie hebben al wel in de gaten. Ik heb een beetje de lichtere kleurtjes, zeg maar. Je kan er ook donker mee. Het is maar net wat jij zelf leuk vindt. Nou, dit was helemaal toevallig een toevalstreffer. Eigenlijk is dit een prullenbak exemplaar. Want dit is geprobeerd met de jelly plate. En dat ging niet helemaal goed.
Maar toen gooide ik hem aan de kant en toen dacht ik, maar als we daar nou eens verder bij gaan stempelen en we gaan daar nog een mooie bloem overheen plakken, dan heb je toch ook gewoon een toffe kaart. Dus hij gaat nog niet in de prullenbak. Nooit dingen weggooien. Want meestal de dingen waar jij zelf over twijfelt, die worden het leukste. Wat ik straks ook nog wil proberen. Het is nu wel droog inmiddels. Dat is op aquarelpapier. En daar heb ik met structuurpasta al een maskstencil op aangebracht. Ik wil gewoon eens kijken hoe dat gaat. Of dat ook weer leuk is. Dus we zullen zien. Nou, we gaan van start. Ik ga even een papiertje snijden wat op de juiste maat is voor deze zakjes. Ik ga ze even meten. Dan moet ik een kaartje hebben van, even kijken, de zakjes zijn, als je er zo in wil, 12,7. Dus dan is de buiten 12,7. Dan moet ik 11,7 gaan snijden. 11,7. Nou, ik heb hier denk ik nog wel van 12 bij 12 liggen. Ja, weet je, die slapeloze nachten, dat komt voornamelijk omdat ik dan, ik was al helemaal overprikkeld. Heel de week, ging alles niet helemaal lekker. Ik ben het gewoon, ik mag het wel niet zeggen, maar ik ben de sneeuw gewoon zat. Omdat ik gewoon het mis om naar buiten te gaan. Ik mis gewoon de frisse neus halen. Mijn blokje om even mijn hoofd leeg te lopen. Ik mis gewoon de winkel. En dan is het gewoon alles bij elkaar. En dan ben ik gewoon overprikkeld. En toen kreeg ik zoveel ideetjes met deze markers. Dat ik dacht van waar ga ik mee beginnen? Wat ga ik doen? Welke kleur ga ik nu doen? Ik vond deze ook wel heel erg tof. Gewoon voor het voorjaar een beetje. Deze kleur en die kleur. En misschien dat er deze keer zelfs nog wel een beetje groen bij gaat. Ga ik zo even kijken. Misschien wel, misschien niet. Even goed schudden voor gebruik. Die stempels uit mijn eigen lijn Fanny Vazen, die zijn ook gewoon los te kopen hoor. Ja, weet je, ik vind het, die sneeuw, ik vind het prachtig. Ik had het ook dolgraag willen zien, maar ik zit ook ergens achter het huis, zeg maar. Dus ik zie ook helemaal niks op straat gebeuren. En nou ja, ik was na 4 jaar was ik heel blij. Echt niet om te klagen, maar dat ik gewoon 1 keer per dag even naar de winkel kon gaan. En als je dan nu gewoon weer zo lang thuis zit, dan verveelt het gewoon snel. Of verveelt, je gaat weer dingen missen. Nou, wat doe ik? Lekker random een beetje kliederen. In mijn papiertje deppen. Weet je, ik vind die sneeuw, ik vind het geweldig. Als ik dan ook de foto's zie van mijn, of de filmpjes van mijn neefje en nichtje, dat ze lekker aan het schaatsen zijn, dan denk ik van, oh Janine, wat ben je toch weer ondankbaar. Want het is zo prachtig en het ziet er zo mooi uit. Maar helaas, het is gewoon dubbel. Nou, dit moet je eventjes een beetje droog peunen. Dus ik moet wel een beetje herrie maken vanmiddag. Ik kan er niks aan doen. Nou, ik mag straks. En ik ga maar een beetje het idee van Rihanna ook navolgen.
Ik mag 2 dingetjes weg gaan geven. 2 surprise tasjes. Diegenen die vorige week mee hebben gekeken met de live, die hebben al wel een klein beetje een idee. Het zijn weer diezelfde tasjes. Dus leuke, ja, stempel, inkt misschien, wat stansmalletjes. Er zit gewoon random van alles in. Dus ik mag 2 setjes weggeven. Ik ga 1 setje weggeven om 3 uur en eentje om 4 uur en eentje tegen iets voor 4:30, denk ik. Ik wil hem ietsjes fel qua kleur. Al vind ik dit ook al wel heel erg tof, moet ik zeggen. Dit is toch gewoon, ja, bloemetje erop. Ik hou hier wel van. Maar ik ben ook echt iemand die houdt van watercolors. En het voordeel hiervan is dat ik straks natuurlijk ook mooi veel achtergrondjes heb. Dus dat ik ook doelgericht bloemen in kan gaan kleuren in de goede kleur. Ik heb al heel veel bloemen ingekleurd, maar die liggen allemaal nog op achtergrondjes te verwerken. Nou ja, ik zeg wel, ik heb heel veel ingekleurde bloemen. Ik had heel veel ingekleurde bloemen. Ik had van de week had ik alles klaargelegd, want ik wilde de achtergrondjes bij gaan maken. Ik dacht van, dan heb ik creaties klaar. En toen heeft helaas de schoonmaakster een bakje met water over mijn werkblad laten vallen. En toen kon ik dus alles weggooien. Dus ik moet weer opnieuw gaan kleuren. Dus ik heb dinsdag bij de live van Studio Light helaas ook niet zo heel veel ingekleurde voorbeelden. Dus helaas was ik overigens niet zo heel blij mee. Maar ja, goed. Het is gebeurd. Nou, ik spray het voornamelijk lekker nat. Nou, als je deze kleuren met elkaar gaat mengen, dan komt er ook lekker oranje bij tevoorschijn. Je kan het een beetje laten lopen. En je zult straks zien, elk achtergrondje wordt weer anders. Nou, ik had een klein beetje blauw aan mijn handen. Geeft niks. Je kan zelfs nog een beetje stukjes weg gaan deppen. Dit gooi ik eventjes weg. Want ik wil het straks iets feller er weer overheen hebben. En je ziet van als het opdroogt, dan wordt het wel ietsjes lichter qua kleur. Dus je kan het zo fel maken als wat je zelf wilt. Nee, het is zeker niet, niet expres gebeurd hoor, dat ze water over mijn werkblad heeft gegooid. Dat kan gewoon gebeuren. Maar dat had er al minstens een dag gelegen, dus alles was echt zeiknat. Want het was niet een klein beetje water wat er overheen was gegaan. Maar maakt niks uit. We kleuren gewoon weer lekker opnieuw. Ik wil nog wat meer geel. Want dan krijgen we lekker wat meer oranje erbij. Nou, we kunnen straks ook nog een klein beetje groen erbij doen. Want dan wordt hij wel weer net wat anders dan de vorige. Ik vind het nooit zo leuk om alles exact hetzelfde te maken. Ik zie hoe tof dit is. Ik ga dit gewoon zo opdrogen. En je ziet gewoon het effect van dat die markers. Dat het gewoon, ja, het blijft dat sommige stukken gewoon lekker op elkaar liggen. Je kan er nog lekker mee gaan spetteren. Kunnen we straks ook nog wel eventjes gaan doen. Ja, ik twijfel of ik groen wel mooi ga vinden. Ik ga hem denk ik deze keer gewoon lekker in deze kleurtjes en
Deze wordt iets lichter dan die andere. Wat kun je nog meer doen met die markers? Je kan ook gaan werken met een mask stencil erbij. Even kijken. Dan moet ik even een mask stencil erbij zoeken. Wat een beetje makkelijke figuurtjes heeft. Ik heb geen idee waar deze... Oh, deze is van Dutch Doobadoo. Dit is de 74715166. Ik pak er zomaar even random één. Beetje verf op mijn craft sheet. Maar aangezien ik geel op geel doe, zal je het niet mega goed gaan zien. Maar dat is ook niet mijn bedoeling. Het gaat erom dat we een leuk achtergrondje gaan maken. Kijk, zie je? Je ziet het wel. En daar kun je straks met een witte marker, een gelpen zeg maar, kan je nog weer eventjes leuk die accentjes gaan maken. Of bijvoorbeeld met zwart is ook nog leuk. Je kan ook zeggen van, nou weet je, ik vind het leuker om er bijvoorbeeld met gesso overheen te werken. Kan ook nog. Nou, aangezien alles in drieën moet, ga ik hier onderaan ook nog eventjes een beetje doen. Als ik dit nou met die rode had gedaan, dan had je natuurlijk veel meer effect gezien. Maar dat is niet mijn bedoeling. Ik wil het gewoon subtiel hebben. Kijk, dit is toch helemaal leuk. En daar kan je dan ook weer leuk zo'n lekkere voorjaarsbloem overheen doen. Ik wil dan een leuke tekststempel erop gaan doen. We hebben bijvoorbeeld... Volgens mij komen die komende week binnen, maar ik heb ze stiekem al. Er zijn hele leuke nieuwe tekststempels van Studio Light. Die kunnen we er ook weer op gaan doen. Deze bijvoorbeeld met Nederlands van... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Hoera voor vandaag. Nou, dat is misschien ook wel leuk. Dan doe je daar bovenaan hoera in het groot. En dat met embossingpoeder. Hé. Hey. Dat gaan we eventjes doen. Want we kunnen natuurlijk ook weer met embossingpoeders erbij gaan werken. Hoera. Ga ik eventjes een stempelhulp erbij pakken. Ja, jullie merken wel, ik ga gewoon een beetje aan het knutselen. Dus ik pak gewoon alles uit de kast wat ik wil. Ik heb geen flauw idee wat we allemaal gaan maken. Maar het leek me al leuk om jullie nog iets met embossingpoeders te gaan doen. Want ik gebruik ze zelf veel te weinig. Dus nu komen ze ook aan bod. Uiteraard even anti-static doekje erbij. Misschien is het handig om een embossingpoeder erbij te pakken. Hè? Zullen we eens gek doen en gewoon deze kitsch flamingo erbij gaan doen? Ik heb geen idee of het leuk is, vast wel. Gewoon proberen. Weet je, als het niet leuk is, hebben we gewoon een leuk speeluurtje gehad. Hebben we het in ieder geval geprobeerd, dan weten we of het kan of niet. Even kijken. Hij heeft nog niet helemaal alles gedekt. Ik vind het zelf ideaal om te stempelen met die Dazzle Champagne. Die heeft iets een glinstering erin. Dan kun je precies zien of je de tekst goed gestempeld hebt of niet.
Volgens mij heeft hij hem nu aardig geraakt. Hierbij. Hoera, nog niet. Nu zijn dit trouwens ook nieuwe stempels. En vaak is het ook even wijsheid om nieuwe stempels eerst even met een gummetje te bewerken. Zodat dat fabriekslaagje eraf is. En dan kan je veel makkelijker, veel mooier egal stempelen. Ja, ik vergeet de embossingpoeder ook steeds. Dat is gewoon zo stom. Terwijl het wel echt heel erg leuk is. En de embossing glaze, dat is iets een transparant laagje. Dus die drogen, krijgt een mooie glans eroverheen. Ik denk dat dit heel erg leuk gaat worden. Nou, ik heb niet helemaal perfect gestempeld helaas. Ik had mijn stempel eerst eventjes moeten gummen. Maar goed. Het gaat eventjes om het idee. Dat kleurtje Kitsch Flamingo is er wel heel tof bij. Die is ook leuk om straks bij die kaart met die varkentjes erbij te gaan gebruiken. Want daar moet ik ook nog wat op de achtergrond gaan verzinnen. En dan kan ik dus ook heel mooi die Kitsch Flamingo erbij doen. Nou, heb je dus bijvoorbeeld nog embossingpoeders over? Ik pak dan ook heel vaak mijn stofzuigertje er even bij. En ik heb mijn werkblad weer lekker schoon. Ideaal. Even kijken, hoera, je bent jarig. We gaan er een tekst in het zwart onderstempelen. Laten we dat maar gelijk doen, dan hoef ik dat straks ook niet meer te doen. Hoera, je bent jarig. Nou, dan kun je toch in korte tijd een hartstikke leuk verjaardagskaartje maken. Ja, het is inderdaad een soort gekleurde clear embossingpoeder. Het is echt, ik vind het leuk. Nou, ik ga die kaartjes nu niet helemaal afwerken, want het gaat ook om de acrylmarkers en niet om de rest. Want ik wil nog meer dingen laten zien met die acrylmarkers. Maar wat je dus hierbij dan ook nog kan doen is bijvoorbeeld die letters van hoera. Een klein beetje weer gaan accentueren met je zwarte pen. Want anders hebben we natuurlijk alleen hoera in zwart. Of je bent jarig in zwart. En dat is natuurlijk niet zo heel erg leuk. Nou, zoals ik al zei. Je kan ook gaan spetteren met deze leuke markers. En dat spetteren kan je doen in dezelfde kleur. Of dat kan je in een witte gaan doen. Dat is maar net wat jij zelf leuk vindt. Wat ik wel erg leuk vind van deze spetters. Kijk, je krijgt hele fijne, subtiele spettertjes. Dus het ziet er gewoon super leuk uit. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld die witte. Dat was mijn puntje. Of die gele doodles gemaakt. Je kan ook zeggen, ik ga deze ook nog een beetje natekenen. Met mijn zwarte pen. Dus er zijn opties genoeg. Hoe je die achtergrondjes weer op kan gaan werken. Nou, je bloemetje erop en je bent helemaal klaar. Ik weet niet eens waar de bloem is gebleven eigenlijk. Ergens. Wie weet vind ik hem zo nog weer terug. Nou, dat was eigenlijk optie 1. Dan wil ik nu gaan proberen. Om ook met hoe dat uit gaat pakken als je dus gaat werken met structuurpasta op de achtergrond.
Dan ga ik lekker mijn favoriete kleurtjes pakken. Ik vond dit namelijk een hele leuke combinatie. Dan ga ik deze eventjes opbergen. Ik ga ze even doos bij doos houden. Anders weet ik het ook niet meer. Even weer schudden voor gebruik. Even kijken hoe laat het... Oh, jullie hadden me moeten helpen. Ik moet al lang een winnaar of een pakketje weg gaan geven. Nou, ik heb eigenlijk geen prijsvraag. Eigenlijk zou ik een prijsvraag moeten bedenken van... wie weet waar mijn ingekleurde bloem ligt, waar ik die verstopt heb. Maar... dat is een beetje een lastige vraag. Gaan we niet doen. Ik ga gewoon een klein beetje Rihanna nadoen. En ik ga gewoon... nou, je lood mee... Ik weet niet waar jullie voor meeloten, maar dat deed Rihanna vanmorgen. En dat gaan we bij mij niet doen. Bij mij mogen jullie typen of jullie... wat jullie moeten typen van... Ik wil kliederen. En dat gaat vanaf start. Nou, ik snap dat jullie ook heel erg graag willen kliederen. Maar ik lood mee, dat werkt bij deze keer niet. En allemaal... Eén keer meedoen. Ik zet er nu bij start. Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat jullie allemaal zelf de actie bedenken. Maar dat gaan we niet doen. Nou, Rihanna had vanmorgen ook een toffe uitzending, hè? Ik heb hem op de achtergrond even meegeluisterd. Ik kon niet helemaal meereageren af en toe. Dan zei ik eventjes wat. Maar... Oh, ik heb een vest aan met pluizen. En nou heb ik dus allemaal van die pluizen op mijn ding. Daar ben ik niet blij mee. Dit gaat laagje 1 worden. En... Ik ga een klein beetje van deze er gelijk doorheen doen. Nou ja, weet je, deze techniekjes kan je met 1001 verschillende verfjes en dergelijke gaan doen. Maar elke verf, elke techniek heeft weer zijn eigen charmes, zeg maar. Kijk, als je deze kleuren door elkaar heen doet, dan mengt zich dat natuurlijk. En dan krijg je... Ook wel een heel tof effect. Oh, ik baal echt van die pluisjes. Nou ja, hopen dat ze er straks nog af willen. Dit is ook wel een gaaf effect met de structuurpasta erbij. Nou, ik vond het stiekem helemaal niet zo heel erg dat ik in één keer spontaan moest wisselen van live. Want... Ik vind dit wel echt oprecht even een keer leuk om gewoon lekker te kliederen, hoofd leeg te maken. Gewoon, dit is gewoon echt loslaten. Gaan met die banaanetat. Ik wil iets meer roze erbij. Nou, ik ben benieuwd hoeveel er mensen er ook willen gaan kliederen. Nou ja, ik weet niet of er in de prijs ook iets zit waarmee je kan gaan kliederen. Dat is afwachten. Nou, ik geloof dat mijn uitzending wel iets langer gaat worden dan een uur. Ik weet niet of jullie dat heel erg vinden. Ik kan het niet heel veel langer maken, maar... Ik vind het wel... Leuk om hier eventjes mee verder te gaan. Nou, eigenlijk moet je langer de tijd nemen om die laagjes even te laten drogen. Ik ben nu natuurlijk een klein beetje snel bezig. Omdat ik
ja, zoveel mogelijk wil laten zien in 1 uur. Ik ga eventjes zeggen stop. En ik ga eventjes kijken wie er gewonnen heeft. Nee, dit is niet hetzelfde als de Posca. De Posca heeft toch weer andere, andere mogelijkheden, zeg maar. Nou, ik heb hier staan Ronnie Holdercombe, die wil, ik wil kliederen, ben er dol op. Nou, jij bent dol op kliederen, jij mag zeker gaan kliederen. Stuur een e-mail naar info@hobbyvision.nl en jij krijgt een leuk verrassingspakketje. Ik weet zelf ook helemaal niet wat erin zit, want ik had het eigenlijk op de foto willen zetten. Maar ja, aangezien ik niet naar de winkel kon, kon ik dat eventjes niet doen. Ik heb geen flauw idee. Mama zei dat er nog leuke tasjes stonden. Nou, weet je wat nou mijn bedoeling van deze kaart straks gaat worden? Daar wil ik in het midden wil ik mooie een bloementoef gaan maken. En dan wat leuke standjes erbij. En je kan ook nog zeggen van, weet je, ik maak hier even een verfje. En ik ga nog wat stukjes ook donkerder zelf aanzetten. Dus je kunt ook nog gewoon een beetje ermee spelen. Je kan ook zeggen, nou, ik wil het gewoon daar helemaal donker hebben. Ik doe er nog iets meer op. Ik kan er alle kanten mee op. Ik wil nog wel een klein beetje van deze erbij. En wat je dan gaat krijgen is, als je dat gaat mengen, dat je dus een leuk paars tintje erbij krijgt. Kijk. Dat is wat ik wilde. En zo ga je dus laagje opbouwen. En dat laat je tussendoor eventjes goed drogen. En deze onderlaag moet je dus straks nog zien dat je hier dus weer van alles overheen doet. Nou, heb je hier nog een strookje liggen. Dus wat je, of nog verf liggen. En eigenlijk vind ik dat kleurtje heel mooi. Dus wat je dan doet, nou, het is niet heel veel wat er nog op zit. Maar dat is helemaal niet nodig. Want kijk eens wat voor mooie, softe achtergrond je nu straks hebt. Ik vind dit, vind ik eigenlijk nog de allermooiste afdrukjes. Maar dat komt omdat ik echt van dat hele lichte watercolor hou. Kijk eens, het is toch gewoon tof. En van dit soort kaartjes, daarvan heb ik dus ook, net wat ik in het begin liet zien, die kleine strookjes weer gesneden. En dat weer als mijn, hoe heet het ook alweer? Voor mijn slimline cards. Dus ja, zo ga je gewoon een klein beetje spelen. Dus deze twee met elkaar mengen, krijg je echt ook een heel tof kleurtje. Dit ga je laten drogen. Je plakt er straks, of je gaat er een leuke bloem overheen plakken straks. En hartstikke idee. Het is gewoon helemaal top. Oh, ik zie dat ik af en toe eventjes moet oppassen dat dat niet te snel werkt, dat mijn camera gaat scherp stellen. Ja, dit is wel met een verf op waterbasis gedaan.
Ja, maar je kan hier, wat je met deze ook kan gaan doen, is dit natuurlijk gewoon in je art journal gaan plakken. Dus een art journal pagina kun je er ook mee maken. Je kunt er zelfs rice papers weer overheen gaan plakken. Bijvoorbeeld die nieuwe dames uit mijn eigen collectie. Of de nieuwe bloemenstempels uit mijn eigen collectie. Je kan er wat leuk script weer op gaan stempelen. Er zijn zoveel leuke mogelijkheden. Kijk, dit is toch gewoon gaaf. En wat je ook nog kan doen. Dat wil ik ook nog proberen. En ik ga straks ook nog eventjes kleuren. Dat had ik ook nog beloofd. Dus ik heb al mask stencils laten zien dat dat wel werkt. Ik heb al laten zien dat, dat je ontzettend veel leuke achtergronden kan maken. Ik wil eventjes kijken of ik een toevalstreffer kan maken op mijn jelly plate. Als het niet lukt, lukt het niet. Lukt het wel? Hebben we geluk gehad. Slimline kaart is een speciale maat stempelset of een speciale maat kaart. Uit mijn hoofd is die 21 keer 10,5. Even kijken. Dan ga ik gewoon, als ik die toevalstreffer wil hebben, ga ik toch voor 11,5. Of 11,7, want dan ga ik er weer zo'n schutkaartje van maken. Kijk, want bijvoorbeeld uit mijn eigen lijn zijn er ook wat van die leuke ticketmallen. En dat is natuurlijk ook wel weer heel erg leuk om die ticketmallen hierbij te gebruiken. Nou, dit is ook een van de afbeeldingen die een beetje gesneuveld is, want hier zie je ook een beetje waterschade. Kijk eens hoe gaaf het is om deze bijvoorbeeld uit te knippen en hier weer op te gaan plakken. Of dat je zegt van, nou, ik ga in dezezelfde tinten, ik ga er een halve kaart van maken. Kun je ook nog, Sorry, ik ga even wat anders doen. Deze was 14,7. Ik ga gewoon een kaart ervan maken van 7,5 centimeter. Kijk eens, dan hebben we een heel leuk strookje. En nog een strookje. En daar kunnen we weer twee kaarten van gaan maken. En daar gaan we die leuke bloem gaan we daar zo op plakken. Of aan deze kant. Hier een leuke tekst gaan. En kijk eens wat voor leuke kaart je alweer klaar hebt. Dus het hoeft niet altijd moeilijk. Je kan ook zeggen van, nou weet je, ik doe er zo'n filmstrip bij achter. Ik doe er een leuke bloementoef op. Je kan er die leuke mandala border achter gaan plakken. Kijk, dat past ook weer bij elkaar. Dus kijk eens hoe leuk het allemaal is. Echt, I wish dat ik gewoon meer uren in een dag had zitten. Ja. Als ik zo eenmaal bezig ben, dan de ideetjes stromen. Ik heb helemaal koude munt, hé. Nee, die Hortensia is uit de vorige lijn. Dus dat is de... vorige lijn weet ik ook niet. Ik denk de lijn daarvoor al. Heb ik die nog in de buurt liggen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want dat was... dat was de allereerste lijn. Nee, die heb ik hier niet in de buurt liggen. Kijk, maar zoals deze stempel is ook heel geschikt voor dit soort kaarten allemaal. Dus deze ga ik nu ook gewoon heel vaak afdrukken. En dan weet ik nu ook in welke kleur ik kan gaan kleuren. Dit zijn allemaal stempels die er wel zeer geschikt voor zijn. En ook deze stempel wilde ik even laten zien. Want die vond ik ook erg leuk hiervoor. Ik denk dat ik zo meteen even eentje ga proberen in zwart-wit. Want dan kan je heel mooi een contrajant kaart ermee maken.
Nou, ondertussen heb ik mijn bloem ook weer gevonden. Die was op schoot gevallen. Nee, ik ga nu eerst even heel rustig mijn thee opdrinken. En weet je wat ik dan doe? Ik ga gewoon nu de volgende. Als ik weer start zeg, mogen jullie weer zeggen, ik wil kliederen. Dan gaan jullie ook weer kans maken. Start. En dan mogen jullie weer lekker aan de slag. Als jullie willen kliederen. Ik ging er even een kleine jellyplate bij pakken. Ik had even een hele kleine time-out, dames. Acrylblokje. Of dit gaat lukken, geen idee. Gisteren had ik heel toevallig een toevalstreffer die uiteindelijk leuk werd. Deze verf is hier officieel niet geschikt voor, maar... Ach, weet je... je moet gewoon dingen proberen. Ik ga een beetje roze doen. Eventjes een beetje verf erin. Want dit gaat straks ook met elkaar mengen en dan krijg je een beetje bruin. Maar in principe moet je een jellyplate achtergrond ook zo zien dat dat gewoon een beginfase is. En daarop ga je weer verder werken. Ik heb het een beetje laten lopen. En je krijgt dan ook van die stukken die niet bedekt worden. En juist dat witte vind ik erg tof. Maar goed, net wat jullie al zien. Dit is dus echt geen verf wat eigenlijk geschikt is voor een jellyplate. Maar ik zeg altijd, waar een wil is, is een weg. En wat ik wil, dat wil ik gewoon. Nou, ik ga hem als acrylblokje doen. En ik ga het eventjes een beetje aandrukken. Dan krijg je echt van die leuke aparte randjes eromheen. En of het leuk wordt, geen idee. Ik gebruik zelf voor het kliederen het Florence cardstock. En ik heb nu de 200 grams, maar je kan ook 300 grams. Dus kijk eventjes wat jij zelf... in huis hebt, wat jij leuk vindt. Is. Nou, en juist dat witte erin vind ik heel erg mooi. En je kan nu nog zeggen van, nou, ik ga er met de mask stencil weer mooi overheen werken. Je kan zelfs nog zeggen, ik ga bijvoorbeeld weer extra dippen erop. Want dat kan ik ook nog even laten zien op die andere creatie. En je ziet, je hebt gewoon een beetje een apart, abstract figuurtje. Ik vind het wel weer, ja. Ik vind dit ook wel weer wat hebben. Kijk eens. Nou, wat ik ook nog had geprobeerd, maar dat vond ik zelf iets minder mooi geworden. Dat was... Even kijken, ga ik het... Ja. Ik blijf een klein beetje in dezelfde kleurstellingen. In principe maakt het niet uit. Maar ik zal jullie straks ook even wat anders laten zien. Want anders dan is het voor jullie misschien wel saai voor mensen die niet van deze kleuren houden. Je kan zelfs ook nog eventjes met je breier een beetje uitrollen. Nou, dit vond ik niet echt een mega succes. Ik druk hem eventjes op de achterkant aan. Maar dan, een jellyplate is gewoon een wondertoeltje.
Kijk, zie je, dit vind ik, ja. Het kan wel. Het geeft een mooi subtiele achtergrond. Maar of ik het echt heel tof vind, ja. Ik ben er niet helemaal weg van. Dus dat is een optie wat kan. Moet je zelf even uitproberen of jij het wel leuk vindt. Of het jou wel lukt of niet. Oh, ik moet nog stop zetten. Stop. Ik moet nog eventjes. Anja Oldenhuis van der Maas, die wil ook heerlijk kliederen. Nou, jij mag een e-mail sturen naar info@hobbyvision.nl en dan krijg jij een setje thuis gestuurd. Of ja, een knutselpakketje thuis gestuurd. Wat erin zit, geen idee. Nou, het doelen is natuurlijk ook helemaal hot. Het is natuurlijk ook heel erg leuk. Ja, sorry dames. Ik hoop dat jullie alles kunnen onthouden. Maar ik heb echt te veel ideetjes. Mijn papier is nu niet droog genoeg. Maar dit kan je ook allemaal na gaan tekenen. Je kan het doen met een witte pen of met een zwarte pen. Dat is waar jij zelf mee wil gaan werken. Nou, dit witte zul je straks niet heel goed zien. Maar heb je bijvoorbeeld een iets grotere achtergrond, kan jij met wit gaan werken. En dan mooi met je Derwent Lightfast in gaan kleuren. Wij hebben ook op advies van Dini Sprakel. Maar dan moet ik even zien waar ik die dunnere maat heb neergelegd. Aan deze kant. Ook hele fijne watervaste pennen. En dat zijn deze. De Uniball Eye en dan de Micro. En daarmee kan je dus ook heel mooi die mandala's ook na gaan tekenen. Dan kan je zeggen van ook dit ga ik lekker inkleuren met mijn potloden. Of ik ga er gewoon overheen doodelen. Je kan ook de doodles helemaal op gaan vullen. Net wat jij zelf leuk vindt. Dus dit is een gelpen. Maar wel een gelpen die watervast is. Nou, ik ga dit nu niet helemaal natekenen. Word ik wel heel rustig van. Maar gaan we niet doen. En kijk eens hoe gaaf dat ook weer is. Dus dan heb je straks een mandala op een mooie abstracte achtergrond. Dus dat is ook nog een optie wat je ermee kan doen. Ik zal alle producten voor jullie wel eventjes gaan linken. Een groot gedeelte heb ik al gedaan. Maar een aantal moet ik nog. Want ik wist gewoon echt niet wat ik allemaal zou gaan doen. Nou, ik had gezegd dat ik ook even zou laten zien dat je ermee kan kleuren. Even kijken. Ik moet de reacties even naar beneden. De pen, dat is de Uniball Eye. Dus je moet wel echt de Uniball Eye hebben. En dit is de Micro. Er zijn twee maten. Er is Micro en er is Fine. Micro heeft een hele fijne punt. En deze is voor het iets dikkere doodelwerk. Kijk, je ziet het verschil wel. Ik vind ze beide wel heel fijn. Maar als je dus begint met het overtrekken, dan moet je kiezen voor die Micro. En daarna gebruik je dus de Fine. Even kijken, die hoort daarbij. En die hoort daarbij. Nou, het inkleuren. Ik heb bijvoorbeeld nog dit achtergrondje. Nou, hier kan nog veel meer op gedaan worden. Hier kan ik bijvoorbeeld, ik ga even een klein beetje de tijd in de gaten houden. Wat ik bijvoorbeeld sowieso al leuk vind. Is om er een leuke tekst op te plakken. Maar deze vind ik te groot.
Even kijken. Het moet een niet te grote. Nou, er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. Ik denk dat die wel past. Misschien dat ik daar later nog een klein beetje mee ga spelen hoor. Waar dat precies gaat komen. Even kijken of ik zo bij de achtergrond stempeltjes kan komen. Nee, denk ik niet. Nou, dat worden dus eventjes niet. Ik had willen kijken dat ik met een grunge stempel even wat mooi met zwart erachter zou gaan stempelen. Maar dat moet ik even later gaan doen. Je kan bijvoorbeeld ook hele gave teksten er zelf op gaan stempelen. Dit zijn nieuwe alfabetstansen van Studio Light. Die zijn echt heel erg tof. Maar ja, ik kom gewoon niet aan alle ideetjes toe. Dat is heel erg jammer. Maar wat bijvoorbeeld ook, wat mij erg leuk leek. Dat is deze puzzelstans. Om bijvoorbeeld van zo'n achtergrondje. Kijk, dan pak je bijvoorbeeld dit stuk. Om er een puzzel van te gaan maken. Een puzzelkaart. Nou, die tekst zou ik er dan even afhalen. Maar ook dat wil ik dus nog gaan doen. Met zo'n leuke achtergrond. Nou, één puzzelstukje eruit halen. En bijvoorbeeld ook een leuke bloem eroverheen. Ja. Het is gewoon te leuk. Ik ging heel eventjes kleuren. 5 minuutjes nog, dames. Want ik wil dat toch wel eventjes geshowt hebben. Nou, ik vind op deze, vind ik deze bloem denk ik wel heel erg leuk. En ik had gewerkt met setje 1. En ik vind het wel leuk om deze twee kleuren, denk ik, te gaan gebruiken. Nou, de ideetjes zijn vaak te veel, dames. Maar dat geeft niet. Nou, je kan zelfs de kleur op je craftsheet nog een beetje mengen. Dus dat je al gelijk van donker naar licht gaat. De punt kan je gewoon weer een beetje schoonmaken. Een bakje water erbij. En in principe, als jij een beetje kan kleuren, kan je met elk kleurmedium, elk product, kan jij wel gaan kleuren. In principe, kleuren is het meest afhankelijk van de techniek die je gebruikt. En dat is iets wat je gewoon eigenlijk moet oefenen. Omdat technieken onder de knie te krijgen. Kleuren is ook gewoon echt een kwestie van proberen. En ook een kwestie van loslaten. Want niet alles hoeft perfect gekleurd te worden. En daar ben ik dus altijd heel erg mee bezig. Als ik echt voor mijzelf ga kleuren, dan ben ik gewoon met de kleurplaat, ben ik wel ongeveer, kan ik zo een dag mee bezig zijn. Wisselend over een aantal sessies, zeg maar. Maar al met al bij elkaar berekend, zou ik er bijna een dagtaak wel mee bezig zijn. Nou, ik ben ietsjes buiten de lijntjes gegaan, maar dat maakt niet uit, want ik ga het toch uitknippen. Kijk, en zie je, dit kan je dus echt op gaan bouwen. Van licht naar heel donker. Kijk, en dan krijg je echt die mooie schaduw er nog weer bij. Je kan gaan spelen met de kleuren, dus het ene blad wordt die kleur, het andere blad wordt die kleur. Deze mag ook nog een klein beetje van dat donkere er weer bij.
Nou, dit zijn dus even een paar opties wat je kan doen met die toffe acrylmarkers. Nou, ik weet niet hoe lang ze nog in de webwinkel staan. Het is echt op is op. Dus twijfel je, wacht dan niet te lang. Want ik kan ze niet meer bijbestellen. Ze zijn bij Studio Light uit het assortiment. We hebben de laatste opgekocht voor de jubileumactie feestje. Nou, vandaag krijg je ook op de rest van de artikelen 10% korting. Maar omdat dit al zo'n knalactie is, krijg je daar natuurlijk geen extra 10% korting overheen. Maar kijk gewoon eventjes. Wie weet heb je nog andere leuke spulletjes wat je ook nog graag wilde. In de winkel hebben we een klein beetje achterstand nog. Het is echt... ja, ik kan er een boek over schrijven. Ik kan van alles vertellen. Ik moet dat leren loslaten. Het is niet anders. Er waren allerlei omstandigheden die tegen zaten. En ja, helaas. We sturen zo snel mogelijk. Nou, zie je? Zo kan je dus in korte tijd kan je echt zo'n bloem heel erg tof in gaan kleuren. Ik heb hem in dezelfde kleurtinten. Ik hou daar wel van. Een beetje, ja, monochroom, zeg maar. Misschien dat ik er zelfs wel twee in ga kleuren. Dat ik er eentje in een beetje die gelige tint erachter ga doen. Dat die toch een beetje op gaat vallen. Moet ik nog eventjes bedenken. Maar dit zijn zomaar even wat opties. Je kan dus echt heel licht gaan werken. Je kan donker gaan werken. Nou, hier heb ik dus nog verf over. Wij hadden gezegd dat we niks weg zouden doen. Want dat is zonde. Je weet maar nooit wat voor leuks daar weer uit voort kan komen. Dus we hebben nog een papiertje liggen. En die is wat groener geworden. Gaan we een klein beetje geel zo meteen weer bij doen. En je hebt weer een hele toffe achtergrond klaar. Het is ook leuk om bijvoorbeeld alleen met embossingpoeder daar weer een leuke tekst overheen te stempelen. En dan hoef je verder ook al niks meer. Clean and simple is ook super leuk. Ik doe het veel te weinig. En dit soort achtergrondjes ook weer leuk voor je slimline cards. Ja, gewoon lekker kliederen. Ik hoop dat jullie er een beetje inspiratie van hebben opgestoken. Dat jullie ook willen gaan kliederen. Ik ga even kijken. Ik wil een beetje van die donkere tinten nog bij. Om te laten zien dat je dus echt op kan gaan bouwen. Je kan hier ook echt fel mee werken. Maar zoals jullie weten, ik ben van het iets lichtere. Dus ik vind dit gewoon super leuk. Nou ja, lichter. Kijk, mijn achtergrondje wordt nu wel gevuld. Maar het is toch... Oh, ik ben één artikel nog vergeten om te laten zien. Dat wilde ik proberen. Heb ik nog... Oh, ik ga nog één ding proberen, dames. Want dat staat al zo lang op mijn wensenlijstje. En ik heb het nog steeds niet geprobeerd. En... Dat is namelijk op advies van Dini Sprakel. Hebben wij hele toffe pentart solvent verf in goud, zilver, koper, antiek brass. En daar kan je heel mooi mee spetteren en ook mee stempelen. En het staat hier al heel de tijd gewoon donker gewoon dicht in mijn hobbykamer. En ik had de missie voor mezelf om dat vanmiddag te gaan proberen. Heel erg jammer dan dat ik dat morgen moet bezuren. Maar ik ben afgelopen week te weinig in mijn hobbykamer geweest. En ik wil dit proberen. Dit is de goud. Ik denk dat de goud heel erg mooi hierbij is. Ja, weet je, ik zit nu een keer boven. En dan... Oh, eigenlijk mag het niet, maar oké, helaas. Dit is liquid metal.
Er zit een schutballetje in. Het is, even kijken, liquid metal, solvent based paint with high metal pigments, contained to obtain real metallic effects. Shake well before. Nou, ik doe het heel netjes in het Engels, maar daarnaast staat er gewoon Nederlands. Wat je hierbij moet doen, er zit ook denk ik nog een stukje op de achterkant. Even kijken of dat ook in Nederlands erbij staat. Nee, daar staat, het staat hier niet achterop. Maar je moet, als je een penseel hierbij gebruikt hebt, het penseel eventjes schoonmaken met terpentine. Dus dat is even wat je moet doen. Oeh, als ik dit als dit is wel echt goud, dames. Tof, tof, tof. Gewoon met een dopje. Kijk eens. Dit ligt er gaaf bovenop. Ik snap dat Dini zei van dit moet je opnemen in het assortiment. Nou, dat hebben we dus in een aantal kleurtjes. Het is dus ook over deze achtergrond heel erg gaaf. Nou, de dames die de bestelling al hebben gedaan. Sorry, maar dit had er eigenlijk bij gemoeten. Dit is echt zo gaaf. Ik ben normaal niet echt van het goud, maar deze goud is wel echt tof. Nou, het spetteren gaan we ook nog even proberen. Ik denk dat je het dan officieel een beetje nat moet maken. Of gewoon een klein beetje vanuit het potje. Gewoon proberen. Ik ga het op deze proberen. Oh, die spettertjes, dames. Vergeten jullie trouwens vanavond ook niet mee te kijken met Marianne Rijgersberg. Want zij gaat met de nieuwe journal stanzen van Studio Light aan de slag. En dat is ook weer tof. Oh, ik vind het leuk. Kijk eens hoe gaaf die spetters zijn. Nou, jullie kunnen wel bedenken dat die spetters dus ook op al deze achtergrondjes nog gaan komen, hè? Dit is wel echt... Nou, er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. Vandaag ben ik dankbaar dat door toeval, dat deze live, dat ik dit zo moest gaan doen, dat ik mocht gaan spelen en dat ik gewoon echt, ik heb een heel tof uur gehad. Ik ben heel blij dat ik gewoon lekker kon gaan kliederen en kon gaan proberen een keer. Eigenlijk is dit het leukste wat ik, het leukste van de hobby, om gewoon spontaan dingen te gaan proberen. Nou, echt... ik zal het potje nog even laten zien. En dan ga ik echt als een speer afsluiten. Ik hoop dat ik niks vergeten ben. Ik zat gewoon zo in mijn element dat ik eigenlijk een klein beetje vergeten ben dat jullie er allemaal bij waren. Ik vond het hartstikke gezellig dat jullie allemaal op de koffie waren. Of op de thee. Maar ik heb ook heerlijk mijn eigen ding gedaan. Liquid metal solvent van PentArt. Ik zet het er even bij in. Nou, ik heb nu dus de goud gebruikt, maar we hebben dus ook koper en al die andere kleurtjes. Nou, de volgende uitzending ga ik een ander kleurtje gebruiken. Ik hoop dat ik niet al te enthousiast ben geweest. Ik hoop dat ik jullie in ieder geval weer wat dingen heb kunnen leren. Uiteraard kan je dit soort techniekjes ook met allerlei andere mediums doen. Test ook gewoon de producten wat jij thuis hebt.
Want het hoeft niet altijd met nieuwe producten te zijn. Kan best zijn dat jij thuis een materiaal hebt waarvan jij denkt van... Hé, maar daar kan ik het ook wel mee doen. Test het gewoon lekker. Ga ermee aan de slag. Je hoeft niet altijd alles te kopen wat wij ook hebben. Dat was mijn preek voor vandaag. Voor nu nog een hele fijne avond alvast. Geniet van de live van... Marianne ook nog. Volgende week zaterdag zijn er 3 live uitzendingen met de Mindful Art van mijn eigen lijn. 'S morgens Rihanna, 's middags ik en 's avonds is Anita van Merode live. Dus dat wordt het. Jawel, een beetje te enthousiast wel. Nou, dat komt omdat ik het echt gewoon super tof vond. Maar ik las dat jij ze ook besteld had, Ine. Dus ik wens je er alvast heel veel kliederplezier mee. Voor nu een fijne avond, een fijne zondag. En tot de volgende keer maar weer. Doei doeg!